Stichting Kinderdroomwens organiseert zaterdag een kanjerdag bij de Cliff in Nijmegen Noord. Tijdens de kanjerdag zullen er binnen en buiten diverse activiteiten en workshops plaatsvinden. De stichting verwacht zo'n 120 kinderen. Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die een ernstig trauma hebben. Denk daarbij aan het verlies van een broertje of een zusje, van een ouder, het lijden aan een langdurige of ernstige ziekte, misbruik of mishandeling. Zaterdag is onze kanjerdag voor kinderen met een ernstig trauma. Er zijn allerlei activiteiten hier. We starten de dag met een leuk optreden en daarna een lunch. En in de middag zijn er allemaal activiteiten voor de kinderen: zoals rijden in bijzondere auto's. Er is een DJ-workshop. Ze kunnen gaan schermen. Er is een beautyhoek. Uh, ze mogen sieraden maken of hun eigen kunstwerk maken. Ze kunnen cupcakes versieren. We maken, we maken er echt gewoon één groot feest van uh, die dag. Er zijn een heleboel mensen die mooie auto's uh, uh, hebben en die komen helemaal voor niks naar deze dag. En die gaan rijden met de kinderen. Er staan Ferraris, uh, Maserati, Porsche. Nou. Echt, al het moois wat je maar kan bedenken. Uh, staat hier in een lange rij. En die mensen die gaan met heel veel plezier. Uh, met de kinderen uh, een ritje maken. Als je ze uh, bij zo'n workshop uh, neerzet. bij bijvoorbeeld de, de DJ-workshop. en je kan ze daar laten zien dat je in een korte tijd. al iets zelf kan maken. Uh, ja, dan geeft dat wel een speciaal gevoel. En als ze weten dat zo'n auto. hier helemaal speciaal voor hun staat. en dat zij daar zo'n ritje in mogen maken. en zij kunnen dat weer vertellen aan vriendjes en vriendinnetjes van ik heb in zo'n mooie auto mogen zitten. Nou, omdat wij het belangrijk vinden dat deze kinderen gewoon een moment weer hebben dat ze zich weer echt kind kunnen voelen en uh, dat ze kunnen voelen uh, dat er iets helemaal speciaal voor hun geregeld is. Uh, we proberen ook met de activiteiten hun zelfvertrouwen een stukje te laten groeien. En, uh, we denken dat dat heel belangrijk is voor deze doelgroep. Er zijn heel veel bedrijven die ons ondersteunen uh, voor deze dag. We hebben daar keihard voor uh, moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Dat is, gelukkig is dat gelukt. Uh, om een uur of vier, dan zie je alleen maar blije snoetjes. Uh, kinderen die dood weer naar huis gaan, maar die zo blij zijn. En die vaak uh, dan ook weer roepen van, uh, mogen wij weer terugkomen volgend jaar? Dan weten wij dat het goed is geweest. Ja.